zijn in Australië omdat we 150 jaar bestaan. En in het kader van 150 jaar bestaan gaan we de hele wereld over. Het is een cadeau aan de hele wereld om mee te genieten van wat wij als orkest te bieden hebben. Mijn naam is Eke van Spiegel. Ja. Ik ben sinds 2006 vast in het orkest als tweede violiste. Mijn naam is Mark Bravert en ik ben een van de drie soloslagwerkers van het Concertgebouworkest. Ik ben sinds 2008 bij het orkest en dit is voor ons de eerste keer Australië. Ik ben Rob Dirksen, contrabassist. Het is mijn 11e seizoen hier bij het Concertgebouworkest. We zijn beroemd om ons samenspel, daar worden we ook om geroemd. Men zegt dat we een erg kamermuzikale manier van musiceren hebben. Om onze balans, om het feit dat we nooit schreeuwerig hard spelen, maar dat het altijd in een context blijft. Dat zijn zaken die bijdragen aan onze beroemde klank. Verder hebben we maar 6 chef-dirigenten gehad in die 125 jaar. Dat is dus vrij weinig. Ja. En elke chef-dirigent blijft hier lang en probeert op zijn manier aan het orkest te bouwen. Probeert het orkest te fine-tunen, probeert iets aan het orkest te geven waardoor het beter wordt of nog beter gaat klinken of nog mooier wordt. Loop je mee naar het podium gewoon? Ja, je Mark ook, denk ik zo. Ja, je gewoon. Mag dat niet? Ja, ik doe het gewoon. Tuurlijk! Ja, ja. En hij loopt naar achteren, dus je kan hem waarschijnlijk gewoon heel makkelijk volgen. Ook. Ja. Is het goed? Ja, is oké. Okay. Het valt wel mee. Het valt mee. Het is hier niet zo heel koud. Soms is het hier heel koud. En dan is het veel warmer buiten. En dan kan het heel vervelend zijn. Maar het valt mee. Okay. En we zijn al een paar dagen in Australië. Dus het is goed. Ja. Moet gekeken worden of alles in orde is en of alles werkt voor vanavond. En dan gaat het gebeuren. Het is ons eigen instrument natuurlijk. Hè. We nemen alle instrumenten mee. We spelen niet op instrumenten van hier. Alles komt mee uit Amsterdam. De wereldtournee voltrekt zich in etappes. En elke etappe heeft zijn eigen repertoire. En voor deze etappe, die overigens een maand duurt, hebben we inderdaad dezelfde programma's. Dat zijn 3 programma's, die nemen we mee. Die hebben we gespeeld in Rusland, in China, Japan. En nu hier in Australië spelen we de laatste 2 programma's. Ja. Ein Heldenleben is een bewuste keuze van ons orkest, omdat dat geschreven is voor ons orkest door Richard Strauss. Dus dat is voor ons orkest geschreven en dat is dan, ja, dat is typisch voor ons. Verder spelen we ook nog een Nederlandse overture van Wagenaar. Nou, dat is natuurlijk ook leuk om te doen, concerten openen met Nederlandse muziek. En zo zijn er wel bepaalde keuzes, hè, bepaalde afwegingen die je maakt en zo komt een programma uiteindelijk tot stand. Wordt er ook, gaan jullie ook de geschiedenis door met de muziek of niet? Je begint niet bij Strauss, hè, want daar... Ik zou niet zeggen dat we de geschiedenis doorgaan. Ik bedoel,
We spelen bijvoorbeeld überhaupt geen moderne muziek deze tournee. We spelen ook geen oude muziek. We spelen muziek die ons orkest het beste ligt, namelijk romantische muziek. Ja, dat doen we gewoon het allerbeste. Daar zijn we ook beroemd om. Dus als je dan eindelijk in Australië bent, na 125 jaar, dit is de eerste keer. Dan speel je natuurlijk muziek waar je gewoon het beste in bent. Dan laat je horen waarom je beroemd bent. Verschillende landen waar we nu dit jaar zijn geweest, daar komen we al vaker. Natuurlijk Amerika, Japan, dat zijn plekken waar we vaak geweest zijn. China ook. Australië is natuurlijk helemaal nieuw voor ons. Daar zijn we nog nooit geweest. En wat ik vooral in Australië, wat me opvalt, is dat we onwaarschijnlijk welkom worden geheten. Overal waar we komen zijn mensen ongelooflijk enthousiast. En barbecues, we hebben na elk concert een ontvangst. En overal zijn de muzici van de plaatselijke orkesten. En het is echt geweldig. Ik kwam bij het orkest. Ik heb les gehad van Vesco Eskenazi, de concertmeester. En ik zat bij hem al een tijdje, had ik les. En op een gegeven moment had hij de andere, je hebt twee concertmeesters. Toenertijd nog Alexander Carr. En hij had Alexander Carr aan de telefoon. Hij hing op en toen zei hij van ja, we hebben mensen nodig. En als er zieken zijn of zwangere vrouwen of mensen uitvallen, wat voor manier dan ook, dan komen er mensen remplaceren bij het orkest. En zo ben ik in 2002 bij het orkest gekomen. Dus ik heb 4 jaar geremplaceerd voordat ik vast in het orkest kwam. En hoe voelde je dat je toen kon komen? Ongelooflijk. Ik weet nog dat ik naar huis liep. En dat ik echt alleen maar aan het huppelen was. Ontzettend blij, ontzettend blij. Ik vond het zo geweldig. Ik ben echt opgegroeid met orkest. Mijn ouders hebben heel lang abonnement gehad. En als kind kende ik het orkest al. En werd ik thuis. Luisterden we naar het orkest. Dus ik ben echt opgegroeid met het orkest. En mijn docent was getrouwd met iemand uit het orkest. Dus ik wist niet anders dan dat het concertgebouw een waanzinnige plek was. Waar ik ooit wilde gaan werken. Ja, dat klinkt gek, maar voor mij persoonlijk, ik ben begonnen in de popmuziek. En als je het over jongensdromen hebt, dan was mijn jongensdroom niet in het concertgebouworkest terechtgekomen. Dat was dan eerder in de pop, zullen we zeggen. Dus misschien is het in die zin een beetje anders. Natuurlijk, ik vind het fantastisch dat ik dat gehaald heb. Als je mij dat verteld had met 18, van je zal klassiek bassist worden, sterker nog, je gaat het concertgebouworkest spelen, had je absoluut niet geloofd. Ik speelde klassiek gitaar en toen kwam een basgitaar langs en het was gebeurd. En toen ik als kind speelde ik trompet, wou ik al tuba spelen, dat mocht niet, want daar was ik te klein voor. Dus dat zit een bepaalde manier in mijn genen. Ik bedoel, er kan zoveel misgaan. Je kan je vertellen, je kan weet ik veel. En over het algemeen, maar goed, dat is ook ons vak. Dat je die concentratie voor die periode gewoon vast weet te houden. Maris Janssens is de huidige chef-dirigent. Daarvoor is het Ricardo Chailly. En daarvoor is het Bernard Haitink. Alle drie zeer beroemde dirigenten. En die leven alle drie nog en komen af en toe nog dirigeren. Dus dat is ook nog weer geweldig. Dat je dus drie levende chef-dirigenten hebt die nog steeds over het orkest lezen. Nog steeds betrokken zijn. Maar het is gewoon geweldig dat je dat soort mensen voor je orkest hebt mogen hebben. En dat die hebben gedirigeerd en hun steentje hebben bijgedragen aan dit orkest. Dat is ongelooflijk. Ja.
Ik geloof dat het dat orkest heel erg, ik weet niet wat de gemiddelde is, maar het is erg verjongd. Het is natuurlijk steeds internationaler. Dus de nieuwe mensen die komen vanuit de hele wereld. Het is altijd leuk als een keer een Nederlander wordt aangenomen, maar dat is bij spreken vrij zeldzaam geworden. Omdat, het is een global village en de mensen komen vanuit de hele wereld komen ze auditeren. Dus dat is een verschil dat wordt steeds meer het geval, dat het internationaal is. Het is technisch gezien wordt het orkest steeds beter. Ik geloof dat dat ook wel een algemene tendens is. Het algemene technisch niveau van de mensen gaat omhoog en ook hier. En we krijgen hier natuurlijk toch het neusje van de zalm, zou ik maar zeggen. Als je nu, en dat was altijd al natuurlijk zo, maar steeds meer wordt die... Als je nu een auditie weet te winnen, dan heb je toch wel iets bereikt. En dat betekent dat je dus een absoluut topniveau hebt. En daardoor wordt het ook steeds, in ieder geval technisch, absoluut steeds raffineerder. Van Doorn. Rory, how is you? Ja, dat is het. Ja, dat is het. Okay, but it's not, feeling is not that it's far from there. No question about this. Can they go a little further? En om je heen zitten alleen maar waanzinnige muzici. Alleen maar. En aan het begin is dat heel spannend, maar je wordt ongelooflijk meegenomen. Tenminste, voor mij de ervaring is dat ik aan het begin vooral nog echt aan het leren was. Ik werd meegenomen door de mensen om me heen en ik wilde ook graag leren, ik wilde weten wat er in het orkest gebeurde. En nu speel ik intussen ruim 10 jaar mee en nu merk ik dat ik meer weet natuurlijk en daardoor een stuk rustiger kan spelen. Wat relaxter ben ook en op een andere manier geniet. Zoals, als wij een nieuwe chef dirigent krijgen, zoals nu Maris Janssons. Die kijkt naar, als wij Mahler spelen, wij zijn beroemd om onze Mahler symfonieën. Ja. En als wij Mahler spelen, dan, zelfs Maris Janssons, die pakt de partituren er nog bij van Mengelberg. Ja. Want er is een traditie in het orkest. Ja. En Maris Janssons kent die in principe niet natuurlijk als nieuwe chef-dirigent. Dus hij bekijkt die partituren zeker. Ja. Dus het wordt meegenomen natuurlijk. En ja. Wij kennen natuurlijk de geschiedenis van het orkest. Ik bedoel, dat is ook wie wij zijn. Dat is een traditie. Ja. Dus wij kennen, er wordt niet dagelijks over gesproken, maar het is wel iets wat je natuurlijk meekrijgt en wat heel belangrijk is voor het orkest. Ja, want je moet, je moet het verleden natuurlijk ook meenemen. En, Tuurlijk. Ja. Dat is basis van het orkest. Wow. Een van de meest bijzondere herinneringen voor mij is Mahler 10 met Chahi, de vorige chef-dirigent. Dat was eigenlijk ook een van de eerste concerten die ik met het orkest deed. En ik ben echt het podium afgeblazen. Ik bijna in tranen ging het podium af. Dat was zo waanzinnig. En daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel andere favorieten. Maar dat gaat van dirigenten die ik geweldig vind, zoals natuurlijk de oude chef-dirigent Bernard Haitink. En natuurlijk de concerten met Janssons, die zijn gewoon echt heel bijzonder. Tot bijzondere concerten zoals het Prinsengrachtconcert. In augustus Prinsengrachtconcert gedaan met het hele orkest. Normaal is het Prinsengrachtconcert natuurlijk een kleine bezetting, omdat het helemaal niet past op de Prinsengracht. Maar omdat we 125 jaar bestaan, hebben ze speciaal voor het orkest een enorm podium op de Prinsengracht gebouwd. En dat was zo waanzinnig, die sfeer. Dus het was niet, qua spelen is het heel lastig buiten, dus het is niet eens dat je waanzinnig kan spelen. Maar de sfeer was echt ongelooflijk, dus dat vergeet ik nooit meer. Je hebt er niet heel veel moeite mee, maar nee. Alle theaters wel. En, ja, een ramp is een ramp. In Nederland ook, zeker inderdaad, veel theaters hebben heel veel last. Maar er zijn 3 orkesten weggegaan in de laatste 2 jaar. Dus er is de orkestenwereld is onwaarschijnlijk hard geraakt. En het concertgebouw gaat heel goed, maar ook wij moeten bezuinigen. En
Op de lange termijn, ja, weet heb ik geen idee. Ik durf geen uitspraak aan te doen. Nee. Maar het is wel iets waar je als orkest wel rekening mee houdt. Ja. Ja, en wat zie jij daar zelf van? Wat merk je daar zelf van? Op dit moment gelukkig helemaal niets. Artistiek merken we niks, maar dat is ook echt onwaarschijnlijk belangrijk. Dat het orkest de bezuinigingen zo lang mogelijk op artistiek niveau te kan uitstellen. Ja. Dus wij merken zelf daar niets van. Maar wat ik zeg, ik merk het om me heen. Ik zie heel veel collega's echt heel vervelende dingen zijn er gebeurd om ons heen. Oké, en wat is dat dan? Ontslagen. Oh, oké, okay, ontslagen. Echt, het zijn orkesten weggegaan. Ja. Mensen die waanzinnig... Maar niet binnen het concertgebouw, maar andere concerten. Nee, andere orkesten. Ja, ja, ja. Ons orkest is gelukkig helemaal nog niks. Nee, goed zo. Zenuwachtig. En ik speelde voor het eerst tussen mijn docenten van school. Ik heb natuurlijk op het conservatorium les gehad van deze mensen. Die zijn nu mijn collega's. Toen nog mijn docenten. Dus dat was een heel bijzonder moment. Verder zijn er verschillende momenten. De Proms in Londen. Luzern. Meerdere bijzondere concerten. Kerstmatinees. Ook altijd bijzondere momenten. Dus ik kan niet echt één moment kiezen. Maar ik durf te zeggen dat deze reis naar Australië absoluut toegevoegd gaat worden aan het rijtje met bijzondere toernooien. Absoluut. Ja. En waarom is dat? Nou ja, ten eerste omdat we hier voor het eerst zijn. Ja. En omdat dit nogal een bijzonder continent is. Het spelen in Perth, Brisbane, New Melbourne en zometeen Sydney. 3 avonden achter elkaar Sydney Opera House. Onwaarschijnlijk gaaf natuurlijk. Dus de zalen, het publiek is bijzonder. Het publiek is erg geconcentreerd. Ze zijn stil. Het is haast, zoals onze directeur zei, op het Japanse af. Het is zo stil, zo netjes, zo geconcentreerd. En daarna zo onwaarschijnlijk enthousiast over wat ze gehoord hebben. Dus dat is heel erg dankbaar. Als je dan hier bent en het publiek vindt het zo geweldig dat je er bent. Dat is gewoon bijzonder. Ja. Dus historisch gezien bijzonder. Bijzonder publiek. Mooie zaal. Sydney Opera House, beroemde zaal. Ja, we hopen dat we hier snel terugkomen. Ja, cool. Cool. Zal ik je even het opnemen? Ja? Ja, dat is goed.